bij een 90-jarige mevrouw uit Gouda werd aangebeld door een bezorger met het verhaal dat er een pakketje voor haar was. En ze vertelde dat dat afgegeven kon worden bij de balie van haar appartementencomplex Gouwestaten. Maar dat kon even niet, hè Dick? Nee, de bezorger liet weten dat er eerst 1 euro gepind moest worden om het pakketje in ontvangst te nemen. Nou, mevrouw heeft de bezorger bij haar de voordeur laten komen en heeft dus gepind met haar pinpas op een mobiel pinautomaat. Nou, om wat voor pakket ging dat? Ja, het was een envelop met een cadeaukaart van de Albert Heijn. Op die envelop stond ook haar naam en ook haar adres. Ja, pas later bleek de cadeaukaart verlopen te zijn. Ja, op dat moment had ze eigenlijk helemaal geen argwaan. Ja, totdat ze de volgende dag haar pas wilde gebruiken. Ja, toen wilde ze dus pinnen en werd haar pinpas direct ingeslikt. Met de mededeling dat de pas was ingetrokken vanuit beveiligingsoogpunt. Ze is verhaal gaan halen bij de bank en daar bleek dus voor 4.500 euro gepind te zijn in verschillende transacties. Nou, we hebben beeld van iemand die haar pas gebruikt. Hier zien we een man bij de balie van een casino in Hoofddorp. Hij pint verschillende grote bedragen met de pas van de 90-jarige mevrouw. Ja, Dick, hoe komt diegene nou aan de pas en aan de code? Ja, dat is voor ons op dit moment ook een raadsel. Daar doen we onderzoek naar. Mogelijk is er bij het pinnen van die euro op die bezorgde envelop fraude gepleegd, waardoor criminelen de toegang hebben gekregen tot die pinpas. Mogelijk hebben ze de pincode ook al eerder afgekeken. Ja, hoe precies, dat horen we uiteraard graag van deze man. Ja. Nou, je kunt zoiets voorkomen door geen pakketjes aan te nemen die je niet hebt besteld of misschien wel verwacht. Betaal niks aan de deur. Je kunt eerst even nagaan bij de afzender of het wel klopt. En in principe betaal je echt nooit voor een pakket aan de deur, behalve als dat ook van tevoren is afgesproken. Ja, kijk nog eventjes goed naar de man die zich te buiten is gegaan in notabene een casino met geld van een 90-jarige dame uit Gouda. Weet u nou wie dit is of waar die verblijft? Dan kunt u terecht bij de politie via 0800 60 70. Anoniem, dat kan ook. En dan is het 0800 7000.